waarom ik via deze weg iemand probeer te leren kennen, is omdat het tegenwoordig niet evident is. Hallo. Probeer met zo iemand te werken. Komt niet goed. Actie. Ja. Mag ik? Oh ja, hoe? Waarom ik via deze weg van probeer te leren kennen? Zeg, dat is wel belachelijk om weer tegen een tv te babbelen die niet opstaat. Dat dat wel een vrij belachelijk moment is om tegen een tv te babbelen. Ja, maar ik heb een slappe lach. Ja, blijkbaar. Ik ben hier nu goed op dreef, meneer. Ja, maar dat is u. Dat werkt aanstekelijk, hè? Niet lachen werkt aanstekelijk. Uw lach werkt aanstekelijk. Ik was zo goed bezig. Bezig. Allee. Ik ga eerst eens een ander doen, hè. Goed, is dat. Mijn ideale partner is iemand die weet wat ze wil. Heb ik nu alles gezegd? Nee, hè? Of wel? Maar ik denk dat je wel genoeg materiaal hebt, hè? Nee? Alle jaren van harde inzet hebben zich eindelijk geloond. En na tien jaar mag ik zeggen dat ik eindelijk mijn eerste Oscar heb gewonnen. Ik wil iedereen van de academie bedanken. Ik wil iedereen thuis bedanken. Jullie hier in de zaal. Het is een fantastisch gevoel om bij de grote te horen. Het is hard werken. Het is dedication, het is friendship onder elkaar. Maar eindelijk heeft het zich geloond. En mag ik zeggen dat ik blije Oscar-winnaar ben. Goedemiddag meneer, zou ik bij jullie ook kunnen bestellen? U kan wel nog eens bestellen, meneer. Ik zou graag 2 Big Macs willen. Big Macs? 2 Big Macs, ja. Big Macs, ik denk meneer dat u een verkeerd nummer heeft gedraaid. U bent hier bij een broodjeszaak en geen vormen. Maar bij mijn weten is een Big Mac toch ook een broodje? Maar we hebben lange, gebaseerd op een Frans stokbrood. En het broodje waar u over spreekt is een rond broodje met zaadjes erop, komende uit Amerika, meneer. Zou u voor mij 2 Big Macs kunnen maken? Meneer, met alle respect, daarvoor dient u naar de McDonald's of de Kwik te gaan. Wij zijn hier broodjeszaak en wij maken Amerikaanse broodjes. We maken met krip, dat is met ham en kaas, maar nu een hamburger ertussen. Hebben jullie ronde broodjes? Wij hebben ronde broodjes, meneer. Voilà, dat is de eerste stap dan. Hebben jullie hamburgers? We hebben geen hamburgers, meneer. Ja, maar als ik nu een cheeseburger bestel bij jullie, hoe maken jullie dat? Maar meneer, we hebben hier geen cheeseburgers. Ik bel toch met een broodjeszaak? Inderdaad, met een broodjeszaak, meneer. Maar we hebben geen cheeseburgers en ook geen hamburgers. En wat voor broodjes verkopen jullie dan wel? Wel, meneer, wij verkopen brood, ham en kaas met Amerikaan ertussen, met garnata, met salm, met hert en ham, met een boulet desnoods, maar geen hamburgers. Maar ik heb zin in een Big Mac. Ja,
Ja, meneer, dan denk ik dat u beter naar de kwik gaat. En als u nog lang aan uw telefoon blijft hangen, dan wordt uw hamburger koud bij de kwik. Hebt u toevallig in het diepvries ronde hamburgers liggen? Ik heb in mijn diepvries geen ronde hamburgers liggen. En ik heb ook niets anders om te maken dan mijn hele overvijfse bereikte broodjes die er altijd beter zijn dan de Big Mac. Maar ronde broodjes hebben jullie? Meneer, we hebben ronde broodjes. Dat is in de volksmond een pistolet. Sla hebt u ook? En sla heb ik ook. Ajuintjes hebt u ook? Ik heb fijn gesnippende ajuintjes voor op onze Texas te doen. Tomaten hebben jullie ook? En tomaten hebben we ook. Augurken ook? En augurken ook. Sauzen ook? Geen hamburger. Ja, dan hebben we een probleem, hè. Dan mankeren we juist nog een hamburger. En als ik mijn hamburger meebreng? Ja, kijk meneer, het is makkelijk is dat u naar de kwik gaat. Doe wij zijn een broodjeszaak. En ja, maar die van de kwik zijn die lekker. En in de kwik verkopen ze geen Big Macs. Ja meneer, dan gaat u naar de McDonald's. Dat is veel te ver. Ik wil ze vers hebben. Ja meneer, dan denk ik dat u ze beter zelf maakt. U kan gewoon bij mij een hondenpistolie halen. Vervolgens gaat u naar een of andere keuken hier een hamburger klaarhalen. En een hamburger, u doet alles gewoon samen thuis, de bank. En dan gaat u daar wel wat Big Mac'en. Maar als ik mijn hamburger meebreng en u maakt ze mij warm, dan moet ik niet naar de winkel gaan voor sla en zo te halen. Kunnen we dat afspreken? Maar ik meen, sowieso, mocht u toch naar buiten komen, kan ik leveren geen één broodje. En als u dan broodjes geven, is het minimum vanaf 15 stuks. Prima. Dus ik breng mijn hamburger mee en dan maken wij Big Macs bij u. Hallo? Meneer, wij maken geen hamburgers. Ja, maar ik breng ze mee. U maakt de rest. En dan maken we samen Big Macs. Opgelegd.